zou ik graag nog even een mooie overhandigen aan de vrouw van hier. Jas! En waar hebben jullie je verstopt? Kijk, dat is toch. Ach, dat verhaal over de wetering. Maar over de wetering moet je opzoeken. Met het overhandigen van het eerste exemplaar aan een erfgenaam van de voorman van de oude Weesper Wetri-fabriek heeft de historische Kringmaandag vers van de pers haar blad gepresenteerd. Het sterk veranderde blad van de Weesper Historische Kring moet 2 keer per jaar van de pers rollen. Hoef je niet te slapen? Het andere plan is dat we ook wat meer de geschiedenis tijdperiode, andere tijdperiode willen gaan pakken. Dus vroeger schreven we alleen over naar de 18e eeuw, middeleeuwen. En nu wil ik ook teruggaan naar de jaren 60, jaren 70. Dus we gaan ook een beetje de tijdperiode verleggen naar het wat moderne tijd. Verhalen natuurlijk over Weesp, de historie van Weesp. Waarbij we gaan trachten om het blad te linken met wat nu in de stad speelt. Dus bijvoorbeeld het opknappen van de schansen. Dat houdt in dat we dan een verhaal gaan maken ook over de schansen. En wat de plannen met de schans zijn, dat komt in de krant. En wij gaan een stukje terug in de historie. Dus ik wil in het blad een link leggen met vroeger en het heden. Het blad was maandag meteen hot onder de leden en werd meteen vol aandacht gelezen.